Loindale. Ah. Bobby did Loindale. Dat, wat verwachtingen zo'n ja, zoals die Carmen heeft gedaan, die uitkleding van zo'n klassieker, dat hij nu ook de Tauberfleuten naar zijn hand zet. En dat zal hij waarschijnlijk met groot respect voor Mozart doen. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig of het houdbaar is, zo'n concept. Die muziek en dan hem. De combinatie, ik ben heel erg benieuwd. Het is een nogal drukke opera. Veel mensen, veel dingen, veel gebeurtenissen. Ook veel dingen die op het podium plaatsvinden. En hij houdt natuurlijk van meer, nou ja, de lege ruimte. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren. En ook wat het muzikaal gaat opleveren. Want heel veel mensen zullen ook vast naar de muziek komen luisteren. Maar die is bewerkt voor dezelfde hoeveelheid zangers en dan een piano. Nou ja, een piano, wat moeten we daar nou van vinden? Mozart heeft het natuurlijk niet zo bedoeld. Nou ja, kan je altijd afvragen of dat nou belangrijk is. Maar een piano, kan dat goed weergeven wat de sfeer is van dat stuk? Hè? Het moet iets betoverds hebben. Dus kan de muziek daarvoor zorgen? En kan dan ook de regie daarvoor zorgen als de muziek daar niet voor zorgt? Stel voor dat ik dit niet mooi vind, maakt niks uit. Ik vind Peter Brook een held. Ik vind, wat ik prachtig vind is hoe zulke goede zangers zo ontzettend goed spelen. Dat zie je niet vaak. En nou, daar geniet ik erg van. Maar was het een beetje zoals je had verwacht van Peter Brook? Nou, het is wat Joost zegt, dat de zangers gaan spelen. En niet spelen als in het grote, wat ook prachtig kan zijn, de grote gebaren. Maar het is echt contact maken met je tegenspelen en die scène spelen. Met zingen en dan tussendoor in het Frans spreken. Maar ja, samen spelen. En je leest natuurlijk in de brochure ook van het contact met de zaal wordt mogelijk maken omdat er een piano is. En het is intiem, het is geen groot orkest erbij. En dat werkt wel. Je zit wel, je volgt de situatie die aan de hand is. Nou, ik moet even uit mijn dromerige sfeer komen, geloof ik. Dat is echt fantastisch. Fantastische voorstelling. En ja, het muziekgebouw is natuurlijk ook heel geweldig. Maar ja, Peter Brook, het is echt fantastisch. Ik kan gewoon even, het is niet... maar goed, even kijken. Wat vond ik van de voorstelling? Dat de zangers waren echt wel goed. Hier en daar had ik wel wat opmerkingen over de, gewoon techniek en dingen. En of ze het wel trokken om zo ontzettend te spelen de hele tijd. In plaats van gewoon even te staan en te zingen. Zoals je wel vaker ziet bij opera, dat zangers gewoon lekker staan te zingen en daarna weer doorgaan met spelen, moesten ze nu eigenlijk ook tijdens hun aria's moesten ze gewoon doorspelen. En dat kan nog wel veel eisend zijn. Maar dus, dat deed ze goed en ik ben echt wel onder de indruk. Wat ik wat minder interessant vond was de pianobegeleiding. Toch wel. Ik miste wel een beetje diversiteit in klank. Je kan ook daar de voordelen van inzien. Hè? De focus blijft op de zangers en minder op de begeleiding. Maar die piano, het kreeg toch een beetje een voorspeelavondgevoel daardoor. Dus ik moet er nog even een nachtje over slapen of ik dat nou echt een aanrader vind. Maar het was echt een fantastische voorstelling. Ja. It's like football. Yeah, I think we got the 3 points and we're very happy. Yes. And okay. So, you won the game. Well, it was not easy because we had a lot of adjustments to make in the room because it's a very special room here, special hall, and
a lot of questions were not answered before the beginning of the show, but as often with Peter Brook, that's what makes it worth it, the life that arrives on the set when something unexpected happens like this, and it was a great fun. Is that normal for you? How's it working for you for the singing and the voice? Well, Papageno is always the role that is the most physical because he is the funny character. He's not always funny, but he brings the fun in the piece. So he has to be more active, and it's usual. But the thing is that the singing is written in a way that allows that, because it's never very, very high or very low. It's always in the middle of the voice, actually quite close to the spoken range of the voice. And he has also a lot of spoken texts, so you have to... The challenge is exactly the opposite as the one of the Queen of the Night, who has to do everything in just two arias. Papageno has to find a balance between the spoken and the singing, and the length of the part and the physic about it, so it's another challenge. Who dare?